dieptepunt. Het is echt walgelijk. Ja. Ja. Even, daar zullen natuurlijk veel mensen met u eens zijn, als we kijken naar de reacties ook vandaag. Maar toch wordt het wel ingewikkeld. Van waar is nu, gaan we over van Israël kritisch naar antisemitisch? Kijk, deze is natuurlijk, deze zal iedereen ergens voelen in de onderbuik van, nou, gekker moet het niet worden. Maar dan toch blijf je de vraag stellen van waar gaat wat in wat over eigenlijk? Nou ja, op het moment dat je een muziekavond verstoort, de boel belaagt, een artiest belaagt, mensen in de zaal angst aanjaagt, alleen omdat de artiest Joods is, ja, dan is dat antisemitisme, dan is dat jodenhaat. Dan heeft het niks meer te maken met pro-Palestina, je zorgen maken over wat er in Gaza gebeurt, wat heel goed te begrijpen is dat je daar zorgen over maakt. Maar dan ga je mensen aanvallen en belagen om het feit van wie ze zijn. En dat is pure jodenhaat. En op het moment dat we dat in dit land gaan bagatelliseren, of dat we gaan zeggen, nou, dit waren pro-Palestina-activisten, ja, dan ga je inderdaad een grens over. En dan kom je in een heel gevaarlijk grijs gebied. En wat mij betreft kunnen we dat niet toestaan in Nederland. We hoorden net dat ze Lenny Koer aangifte heeft gedaan. Heeft ze dat onder andere gedaan op advies van jullie? Misschien wel van u? Niet van mij direct. Dat zal haar ongetwijfeld ook lokaal geadviseerd zijn. Ik ben blij dat ze aangifte heeft gedaan. Ik hoop ook dat de daders snel gepakt worden. Want het is ongelooflijk belangrijk om te laten zien dat we dit gedrag niet accepteren. Je kunt demonstreren en actie voeren voor en tegen wat je wil in het land. Zo hoort het ook. Maar op het moment dat je vervolgens mensen gaat belagen om wie ze zijn, dan ben je echt wel heel veel stappen te ver. En dan gaat het echt over, in dit geval, antisemitisme. Ja. Nou zag ik dat de kaartverkoop wel gestopt was. Maar het voornemen is dat die concerten, wat die nog gepland zat, die gewoon doorgaan. Kunt u Lenny Koer garanderen dat zij in veiligheid haar concerten kan laten doorgaan? Nou, ik ben ervan overtuigd dat de gemeente waar zij optreedt, want het is een tour, heb ik begrepen, ja, dat ze daar lokaal zullen kijken. Want zo hebben we dat altijd geregeld in Nederland, dat de burgemeester, politie, justitie lokaal kijken. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen, in dit geval, dat zo'n concert ook veilig door kan gaan. Dat regelen wij niet in Den Haag, daarvoor staan we te ver vanaf. Dat is altijd aan de lokale driehoek, zoals dat heet, aan de burgemeester. En ik ga ervan uit dat iedereen dat ongelooflijk serieus neemt. Zo heb ik het ook gehoord, zo heb ik het ook gezien. Dus ik hoop dat het gewoon door kan gaan, inderdaad. Dan hadden jullie vandaag een inhoudelijke dag, als in eindelijk eens over de inhoud onderhandeld. Is dit dan, voordat die onderhandelingen beginnen, even zo'n onderwerp waar je met z'n vieren nog even over praat? Ik ga nooit in op wat we aan die tafel bespreken. Dus ook niet als het zo'n onschuldige vraag als deze is. Ik ga er nooit op in, dus die laat ik van die tafel. Maar ik kan u verzekeren dat dit gesprek op heel veel plekken langsgekomen is. Ja. En kijk, de allerbelangrijkste eerste stap om jodenhaat tegen te gaan is dat je ook als samenleving uitspreekt. Dat je met elkaar ook zegt, dit accepteren we niet. Als we met z'n allen naar de politie blijven kijken, naar de overheid. Natuurlijk, strafrecht is sluitstuk, moet je optreden. Maar dan laten we ook heel veel dingen voorbij gaan waar we zelf ook gezamenlijk standpunt in kunnen nemen. Ik begrijp even nog even één stukje terug in dit gesprek. U geeft duidelijk aan, het gaat om de lokale driehoek. Maar gaat u vanuit Den Haag toch iets een extra, misschien even informeren bij de collega's in de lokale driehoek, om in ieder geval zeker van te zijn dat deze theaters in goede veiligheid mensen kunnen ontvangen en dat daar optredens kunnen plaatsvinden? Er is altijd contact, verschillende verbanden. Ook de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding heeft ook contact gehad, ook met mevrouw Koer zelf. Dus er zijn altijd hele korte lijntjes en als er meer nodig is, dan doen we dat. En helaas is het in ons land al zo dat bijvoorbeeld Joodse objecten, zoals synagogen, scholen, al langere tijd al beveiligd moeten worden. En op het moment dat het opleidt in het Midden-Oosten en een conflict leidt op, dan zien we dat de jodenhaat in Europa en ook in Nederland helaas ook weer echt vol terugkomt. Dus we zijn altijd extra alert en daar waar nodig zullen we ook zichtbare en onzichtbare maatregelen treffen. Nou bent u zeer gedisciplineerd, ondanks mijn verwoede poging om iets te vertellen over de formatietafel vanavond. En daar heb ik alle begrip voor. Maar als het over de discipline gaat, en zeker deze fase waar jullie nu in gaan, heeft de informateur jullie allen opgeroepen terughoudend te zijn met mediaoptredens. Nou zat u gisteren bij mijn collega Rick Nieman in de uitzending Wenen op zondag. Ik ben ook blij dat u hier in de uitzending bent. Maar bij Geert Wilders raakt daar toch geïrriteerd van. Want die zegt, ja, er worden allerlei uitspraken gedaan over strenge begrotingsafspraken. Met andere woorden, mevrouw Jezielkes zit buiten de formatietafel onderhandelingen te voeren. Dat is precies wat we niet nodig hebben. Als we dat soort gesprekken moeten hebben onderling, dan hebben we dat. En dan gebeurt het ook aan die tafel waar ik niet over spreek. Dus ik waardeer uw poging. Maar dat gaat hem niet worden. Nee, maar mijn punt is eigenlijk, u moet niet vertellen wat er daar aan tafel gebeurt. Mijn vraag is even, bent u voornemens om wat terughoudender in de media te zijn? Ik doe mijn werk als minister en ik ben ook leider van de VVD. Zeker, maar als u gisteren bij Rick Nieman zit, dan heeft u de uitspraak over strenge begrotingsregels hebben niks te maken met justitie en veiligheid.
Nee, ik ben ook leider van de VVD. En ik doe mijn uitspraken zoals ik ze wil. En als er vervolgens daarover weer gesproken moet worden, dan doen we dat ook. Ja. Kijk, uiteindelijk het zou zo treurig zijn als dan Wilders weer moet zeggen, ik doe ook mijn uitspraken zoals ik wil, ik laat maar niemand melkkorven. En vervolgens zitten we direct weer naar al het gedoe en te kijken. En dan gaan we daarna weer roepen ze het over de inhoud hebben. Als dat een hele grote zorg van u is, dan hadden we bij dit gesprek bij antisemitisme kunnen blijven. Maar we gaan toch even door. Uiteindelijk het allerbelangrijkste wat wij moeten doen met elkaar is een stabiel landsbestuur opbouwen. En dat gaat over de inhoud en dat gaat over afspraken. Ik ben heel blij dat we vandaag eindelijk over de inhoud zijn begonnen. En het was ook absoluut in goede sfeer. En ik kijk er ook naar uit om dat de komende weken te doen. Nou, met deze legendarische zin die we ongetwijfeld nog in vele vormen gaan terughoren, ga ik u zeer hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Dylan Jezilkens, dank u wel. Dank u.